Hoi, ik ben Nick van Team Alert. We staan vandaag op de feestweek in Midden-Beemster en we gaan namens Team Alert jongeren interviewen over alcohol en drugs in het verkeer. Tot straks. Wil jij voor mij de eerste stelling oplezen? Stap je bij iemand in de auto die onder invloed is? Zou je dat doen? Nou, nee. Ik zou het ook niet doen. Ik heb hier lekker mijn auto neergezet om te slapen hier in de Beemster. Ja. Want stel je woont heel ver en diegene heeft niet zoveel op, maar dan is hij wel onder invloed. Maar stel je moet fietsen of met je auto, dan zou ik liever met de auto gaan. Nee, wij snappen niet meer wie je gedronken hebt. Nou, ik niet. Goed zo. Nee, ja, het is wel gevaarlijk. Ik zou het niet doen. Ah, jij? Nee. Ja, ligt eraan wie. Oké, interessant. Vertel. Als het iemand is die je kent, dan wel. Dan wel? Ja, en ligt eraan hoe dronken die is. Maar maakt dat verschil? Nee. Nou, ik zou het ook nooit doen, maar dan kan altijd wel wat gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Nee, alleen als diegene misschien 1 of 2 glaasjes hebt gedronken, straks gebeuren er ongelukken. Nou ja, 1 of 2 glaasjes zou ik nog wel doen, maar meer ook niet. Ik hou het dan wel zelf altijd in de gaten of iemand hoeveel diegene gedronken heeft, zeg maar. Dat wel. Nee, want dat, ja, dat is voor mij veiliger dan ook voor degene die je dan tegenkomt onderweg. Het is of, hè? Of rijden of drinken. Stel hè, je hebt 3 biertjes gedronken. Na hoeveel glazen water is de alcohol uitgewerkt? Is dat A, na 3 glazen, B, na 7 glazen of C, het maakt helemaal geen verschil? Ik denk na 3. Jij denkt 3 glazen? Ja. Dat maakt geen verschil. Ik heb wel eens als ik fout ga, dan drink ik dan water, maar dan komt juist dat water er weer uit. Dus dat heeft het voor mij eigenlijk geen nut. 7 glazen water? Ik denk C, maar als je 7 glazen water drinkt, dan voel je de kater in ieder geval minder. Maakt geen verschil, toch? Jij zegt antwoord C, het maakt geen verschil? Nee, volgens mij niet. Het water helpt wel, maar ik weet niet hoeveel. Nou, je leven moet afbreken, hè. Dat maakt niet uit wat voor glazen... Wat voor glaas water je drinkt? Nou, ik denk dat het geen verschil maakt. Het ligt eraan, het zit zo lang in je bloed. Dus of je daar nou water bij drinkt, het zou wel misschien iets verminderen, maar je zal er niet nuchter van worden. En jij? Ik denk dat het geen verschil maakt. Jij denkt het maakt geen verschil? Nee, dat water heeft toch een nut. Nee, maar ik drink altijd een heleboel glazen water als ik heb gedronken. Dan voel je je toch beter? Of? Nou, dat doe ik nooit, dus dan weet ik het niet. Een glas alcohol heeft 1,5 uur nodig om uit je bloed te gaan. En of je nou water drinkt of koffie of zo, dat maakt helemaal niets uit. Het zit in je lever en je lever moet het verwerken. Ja, het zijn afvalstoffen. Ja? Ja. Ik laat mijn smartphone in mijn tas of broekzak als ik op de fiets zit. Doe je dat? Soms. Soms, dus appen en bellen, doe je dat op de fiets? Nou, ja, soms, maar het lukt niet altijd om te typen, dus dan hou ik er alweer mee op. Ja, meestal fiets je ergens naartoe en dan spreek je even af of diegene klaar is, ja of nee, en dan haal je hem even makkelijk uit je zak. Nou, ik doe alleen maar muziek op de fiets en daarna stop ik hem gewoon weer weg. Doe je dat? Ja. Waarom? Omdat het lekker zit. Dus je hebt niet zoiets van de telefoon gaat, ik moet opnemen? Nee. Ik heb hem meestal in mijn hand. Ik pak hem af en toe wel. Ik gebruik wel mijn telefoon op de fiets, maar dat is puur om te appen van hoe laat ben je er en... Nou, als ik een tasje bij me heb in mijn tas en anders in mijn hand. Ook weer, de feiten liggen er niet om. Als je zit te whatsappen op de fiets of op je scooter, 24 keer meer kans om een ongeluk. Ja, en zelfs al doe je hem weg, weet je wel, doe je hem in je zak, kan ik ook bijna niet geloven. Maar zit je nog 1,5 minuut aan dat berichtje te denken? Het was veel spannender dan het verkeer, toch? We zitten hier in de botsauto's op de kermis van Midden-Beemster. Dit was weer een Street Talk en tot de volgende keer.